De iep. Het is een geliefde boom. De boom is karakteristiek, levert mooi hout en kan tegen een stootje. Maar de iepen langs de Lepelaarweg bij Zeewolde verdienen extra waardering. Hier zit een verhaal achter, een stukje historie, een stukje cultuurhistorie waar we als mens flink mee bezig zijn geweest. En dat maakt het echt een stukje natuur in Flevoland met een belangrijke waarde. De iepen aan de Lepelaarweg zijn gebruikt voor de wetenschap. In 1973 werden er maar liefst 1200 van neergezet. Exemplaren die het destijds goed deden, weerstand hadden tegen iepziekte, die zijn vegetatief vermeerderd en die zijn in deze beplanting aangeplant. De wetenschappers van de jaren 70 gingen ervan uit dat deze iepen bestand waren tegen de iepziekte. Toch sneuvelde een deel aan de gevreesde schimmel. Deze zomer is die omgezaagd en om verdere verspreiding van de iepziekte te voorkomen, moet die dus gezaagd worden, omgezaagd worden en opgeruimd. Er zijn al door de jaren heen al heel veel bomen uitgevallen om allerlei redenen. Maar onder andere ook dat hier van natuurlijke infectie van de schimmel in kwam. Het is een aantal jaar is het er vrij goed gegaan. En dit jaar zomer weer een aantal, 5 à 6 bomen die dan ziek zijn geworden. De wetenschappers, bomen en boswachters hebben de iepziekte dus nog steeds niet verslagen. Dat is echt een agressieve rotziekte. Helaas hebben iepen daar nog steeds last van. En daarom gaat het onderzoek door. Er worden betere soorten ontwikkeld en nieuwe proeven gedaan. Dat gebeurt onder meer in het Horsterwold. De iepen langs de Lepelaarweg zijn inmiddels achterhaald. Zij hebben hun wetenschappelijke dienst bewezen. Toch blijven ze waardevol. Ja, zeker. En vooral de diversiteit die je hier bij elkaar hebt staan, dat is gewoon wel heel bijzonder. Het is een hele mooie, diverse collectie klonen. En het is de moeite waard om dit gewoon in stand te houden.